We moeten echt even goede stappen gaan maken nou, gek. We gaan het Divine Spine temmen en daarmee gaan we de hele wereld domineren, gek. Geen stress. Dan moeten we even trainkogels hebben. Ik heb net even wat krachtvoer in mijn mik gegooid. En nou kunnen we weer raken, gek. Meer bullets. Pompen die. Pompen. 100 in de maak. 100 in de craft. En dan moeten we dus ook nog even een nieuwe Demonix of Devilish gaan temmen. Want de Phoenix is wel dood. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Ark Descendant, man. Let's get it, man. We zijn niet sterk. We gaan niet heel lekker, maar dat maakt niet uit. We proberen terug te bouncen van onze aanval. Iemand die ons flink heeft gereed. De Ancient Trike, die we inmiddels al wel 2 keer hebben gekilled. Maar we moeten even een goede Ancient Slayer hebben. Dus denk vooral aan dus een Divine Spino, denk ik, mensen. Open Finder en dan gaan we even naar Divine 2. En dan is, je hebt die Basilosaurus, dat is een vliegende vis, dat is op zich wel cool. Maar ik denk toch wel echt dat die Spino veruit de sterkste is. Dan doen we gewoon van 52 tot 300 zoeken. 52 tot 300 zoeken. En de hoogste is 270 bij mijn beet. Nee, 2. Dat is 290, man. 290 bij de vulkaan. Nou, ik denk ook die twee gewoon even gaan temmen dan, man. Fuck it. Toch? Ja, fuck it. Dan gaan we die twee gewoon temmen daarboven. Let's go. Beter is ook 4 male en 4 male. Dan kunnen we die gewoon even breeden, gek. Oh, als we gewoon een breed pair Divine Spino hebben, dat zou echt heel ziek zijn, denk ik. Of ja, we moeten eerst even eentje testen of die überhaupt al nice is. We hebben 181 kogels. Ik denk al dat dat genoeg moet zijn voor 2 teams. Anders moeten we nog even meer bij gaan craften, man. Oh, en de Devilish. Welke Devilish heb je allemaal nog meer? Je kunt dus ook dino's evolven, man. Wacht, je kon een evolve. Ik weet dat je dus een unicorn kon evolven. Ja. En een poison drake. En hier heb je dus de Aqueous. Devilish, ja. Aqueous. Ik kan gewoon een paard temmen, man. Een Devilish Aqueous. Je hebt Ancient Car. Ah, er zijn allemaal evil cores. Oh, zo kan ik ook een original raptor evolven. Maar daar moet je dus echt al een Ancient Token cluster voor hebben. A.k.a. alle Ancients gekilled hebben. Dat is nog wel echt een opgave. Wat op zich wel een soort van te doen gaat zijn. Als we goede ground dinos hebben die goede damage doen en die ook een boel kunnen tanken, man. En ik denk dat Divines eerlijk gezegd wel de play zijn om dus die dingen te temmen, man. Nou, hier heb je 2 Spiners bij elkaar. Dit is een 140 en dit is 270. Maar waar is die andere van 92 waar ik eigenlijk voor was gekomen hier? Die moet hier ook ergens zijn, man. Dan zit hij hier. Nee, dit is 130, maat. Die moet ik ook niet hebben. Dit is gewoon een lijpe Spino Mountain, gast. 92 4-mil, kijk. Oké. Als ik even zo op jou doe, hopelijk volg je me dan. Bro, wat in de heck is dit, man? Een ancient kwetsel, gek. Oh, die wil ik nog wel killen, eigenlijk. Heeft hij scheid? Hij scheid, oké. 730k torper. Ik heb sleeping bags. Ik ga die wel even neerleggen voor de zekerheid, man. Maar ik denk als ik gewoon hierop ga staan. Ik kan... Oh, wacht. Wat doe ik moeilijk, man. Ik kan gewoon schieten vanaf mijn griffin. Zet er even snel een bed neer. Nee! 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 What the fuck? Fuck! Oh my god, het is ook echt zo, jongen. Het is ook echt zo. En het blijft altijd zo gaan. Oh, is die ook al dood. Jij krijgt echt geen show op jou, gast. Hoe de fuck kon je daar sterven, maat? Ah, nou, schuld dat ik al bij de Spinos ben. Oh, hoe ging dat fout, ouwe? Wat naar. Wat kut gewoon. Ik zeg het gewoon, wat kut is het? Waarom? Waarom, waarom, waarom? Nou, bim. Oké, 10k torper. Nou, als je daar gewoon lekker blijft staan, dan raken we even al die boelens erin, man. Dan komt dat helemaal goed. Oké, 8k torper voor directe shot, man. Blijf er staan, Divine Spino. Hopelijk ben jij de goede vervanger van deze trash-ass Griffin, gast. Gadver.
Godverdamme, man. Volgens mij van deze spider krijg je ook overtime damage, man. Ik zit ook gewoon echt alleen maar een wit zijkantje te hitten, maar het maakt me niks uit. Die griffin was wel echt de moeilijkste team die we ooit hebben gedaan, trouwens. En nou, is ze gewoon dood. dood. Nee, ik ben wel blij dat ik de sniper in ieder geval gebruik, want niet dat we die kruisboog nog met het ventrank moeten gebruiken, man. Dat is helemaal niet goed gegaan. Hoppa, bijna. Dood. Knocked, bedoel ik. Nice, oké. 92 Divine Spino, daar hebben we sowieso 2 Divine Kibble van nodig. En ik heb volgens mij nog maar 3, dus ik kan ook pas 1 temmen nou. Maar dat maakt niet uit, ik heb hier een sleeping bag staan. Dus in principe kunnen we ook zo weer terug naar deze spot. Divine Kibble. Oh nee. Bro, weg. 2 Divine Kibble. Ik hoop echt dat dit gewoon een sterke dino wordt, man. En dan moeten we dus nog een mail gaan temmen. Een mail Spino. Divine Spino. Zoeken. Kan ik ook zien wat het is? Een mail. Ja, hier een mail. Top. Ja, toch. Die is dichtbij, man. Die zit onder mij zelfs hier. I mean, ik heb de kogel. Ik denk dat ik genoeg kogels heb om hem neer te ragen, man. Dat is 140 mail. Hieronder staat hij. Ja, nou, ik raak die kogels maar gewoon even allemaal in, zodat hij vast nokkie is. Hopelijk blijf jij gewoon stilstaan en krijg je geen damage van de andere dieners, want dat zou heel zuur zijn. En dan hebben we hem vast neer dadelijk en dan kunnen we even een kibbeltje inraken. Je hebt er 2 van nodig, je moet sowieso naar de base om nog 1 kibbel te craften. Maar dit gaat goed, man. Deze gaat snel. Hij heeft ook gewoon scheid, hij doet niks. Ik ben er helemaal blij mee. En dan hoop ik dus niet dat iemand hem aanvalt, zodat de percentage omlaag gaat, want dat zou echt heel zuur zijn. We moeten nou even een Uber Dino koppel hebben. Die ook weer een keer een sjouw-pjouw waardig is. Als die neergaat. En zo is dat. Dan gaan we gewoon die sjouw-pjouw zingen. Ook al wordt ik geclaimd. What the fuck. Hoor, ik word geclaimd omdat ik dat lijkt op een koffer. Ik zing zo goed sjouw-pjouw. Dat YouTube denkt van ja, nee, dit is gewoon een koffer op een lied, man. Nee, dat kan niet. Nee, wij willen al je geld nou. What the hell. Nou. Nog 38 kogels. Ik denk wel. Oh, dat red ik wel. Ja. Nee, red ik wel. Dit zijn dan weer de echte veruit de makkelijkste teams die ik ooit heb gedaan. En ik kan zelfs gewoon even TP'en, right? Gewoon even met mijn awesome teleporter paneren. Even eentje craften. Kijk, nou, die is ook knocky. Hoppa. Dan gaan we even naar buiten de main gate. Oh jee. En als het goed is, kan ik dan ook meteen door naar last location weer, snapte. Capiche. Onze lege dino-tuin. Die eerst helemaal vol hoorde te staan met dino's. Alles is zo niet beleefd hier. Dat vind ik nog wel bijzonder dat gewoon echt onze ding nog staat. Ons thatch-hutje heeft het gewoon overleefd, wat ziek. Divine Kibble. Divine Kibble, eentje. Vol. Kom maar, nou, dan hebben we genoeg. Nou, dan hebben we dus genoeg kibbel voor die 2 Spino's. En ik hoop dus dat dat echt goed is, man. Anders zou het zo zuur zijn. Remote less location. Let's go, man. We got this, man. Moet ik hier nog iets doen of zo? Oké. Die excellent moet even weg. Die moet ook even weg. Die worden allemaal wild op mij, jongen. Dat weet ik nou al. Die Rex ook even weg. Slaap. Nou, alles slaapt volgens mij. Dan kan ik even in rust en vrede kan ik dat ding temmen. Je hebt nog een Divine Spino. Nou, kijk eens aan, mensen. Het hek! Doe het! Val deze Divine aan. Met z'n tweeën. Let's go! Oh, ik hoop dat ze dit overleven. Nee, wat doe ik? Ze hebben moeite! Retreat! Denk ik, toch? Moet ik retreaten? Oh mijn god, ik weet het niet. Ja? Nee, nog niet. Wow! Nee! Waar gaan ze heen? Blijf vechten. You got this, man. Oh, die Divine is bijna dood. En die van mij krijgt ook pijn, man. Oh jezus, maar die Archie die erbij zit, die is ook naar, man. Ja, kill hem. Bro, doe iets. Jullie doen niks. Eentje is bijna dood. Wie is bijna dood? Eentje van mij? Nee, niet van mij. Kill hem. Bro, doe iets, man. Kom. Volg mij.
Oh, ik heb bijna... Godver. Nee, doe nou niet, man. Ik heb toch passive gedaan? Kom nou! Kom, hier. Volg mij, allebei. Ga je balgun. Ga je... Ga. Ga. Bro, ga. Doe dan. Ga je... Mijn game crasht gewoon. Nee, wat is er nou, joh? Nee, shoot, de game crasht. Wat? Niet op dit moment. Het moment dat allebei onze spiners nou in En ik heb op passive gedaan, hè. Hij wou niet in zijn bal. Oh mijn god. Oh, ik denk echt dat allebei mijn spiners nou neer zijn, man. Eentje is al dood. Eentje is al neer. We hebben een mail nog. De 4 mail van 92 is dood, man. Oké. Okay. Maar waar is die dan? Oh, hier. Divine Spino. Beneden. We gaan op zoek naar onze trots, de Divine Spine. Ik zat toch gewoon met die cryo gun te gunnen, jongen. Wij wouden er gewoon niet in, hè, die gek. Deze leeft. Hier ben ik dood gegaan. Ja, ga helemaal snel in je bal dan. Ja, dan hebben we nog één Divine Spine over, man. Dan moeten we echt even gaan farmen voordat we weer een nieuwe firma kunnen gaan temmen. Ik ga snel naar de base toe. Om vervolgens even een zadel te maken, man. Oh, ja. Yeah. Oh, dat is echt niet, niet leuk. Alles gaat mis de laatste afleveringen, jongen. Alles, alles. Ik val alleen die Spino aan. En die Spino, die op een gegeven moment vallen ze die gewoon niet meer aan. En dan zit er ineens een Archie bij, een Griffin bij. En die Spino die ik aanviel, die kreeg gewoon geen damage meer op een of andere manier. Nee, die bleef op 6k hangen. Op een gegeven moment gingen mijn Spino's langzaam dood. Ik doe passive. En ze blijven nog even aanvallen. En ik probeer te cryo gunnen. En nee, misschien niet op. Ah, Spino. Divine Spino Saddle. Dan hebben we in ieder geval een arm, hoor. We kunnen erop zitten. Dan gaan we eens even checken wat hij allemaal kan. Zonder dat hij doodgaat. Jeppa. Ah, zadel erop. Dan gaan we raken, gek. Zo, ik weet niet wat er was. Yeah, hij doet iets. Let's go, man. En de waterbuff. De waterbuff is natuurlijk ook heel chill. Nou, die kan ik wel even killen. Ik neem aan dat ik deze Divine Tawny Dragon ook wel even kan killen. Lijkt me wel. En als hij die niet eens aankomt, dan wil ik deze ook helemaal niet hebben, man. Deze Spino. Nou. Wauw, dit ding is slap, G. Bro, dit ding is... Ja, wat is dit ding ook zo slap, man? Ja, ben je helemaal klaar mee? Ik ga mijn eigen begrafenis organiseren. Dit is een plant. Een mooie plant. Oh, mensen toch. Dit is toch heftig, jongen. Hoe kan het zo ontiegelijk slecht gaan, gewoon? Niet zo'n beetje, maar gewoon echt, echt tering slecht. Oké, twee kibbel erbij. Mooi. Trank. Arrow. Bullet. 200. Pool. Gewoon raken, gek. Boeit me niet meer. En dan gaan we gewoon zo'n Tony Dragon door de nek heen schieten, man. Misschien is dat gewoon de play. Die Spino's, maat. Die Spino's, man. Die zijn zo slecht. Zag die damage die ik deed, ouwe. Dat was echt niks. Dat was echt zo weinig, gast. What the hell, man. Deze, 92. Kijk. Dan gaan we weer. Lekker schieten. Oh, ja. Dat kunnen Tony Dragons natuurlijk. Die kunnen schieten met hun stekels.
Maar dat is all good. We kunnen hier blijven spannen. Nou, even zo door blijven gaan, dan gaat hij vanzelf neer. Kijk, dit is torpel, maat. Als ik dadelijk land ben, ik wel echt de shark trouwens. Oh, hij is in gevecht met een golem of zo. Nee, die moet mij hebben, die golem. Oeps, my bad. Zeg maar een beetje een rat of zo, man, die Tony Dragon. But we surviving, we surviving. Oh nee, nou ga ik wel dood. Ik mis alles. Ik moet snel omhoog. Maar hij gaat weg of zo. Oeh, omhoog. Oké, okay, ik ben dood. Maar we zijn er bijna. Kom op, we hebben eindelijk bijna een nokkie, man. Maar mijn kogels zijn er bijna op, dus spant er een beetje om, eerlijk gezegd. Oh nee, moet ik niet missen, bro. Kom op, kom op. Oh, dat is zo duur in de kogels om zo'n divine neer te raken, maat. Volgende keer ga ik alleen maar Phoenix temmen, alleen maar. Oh nee, moet ik nou weer echt die Titanosaurus zetten? Vlieg dan! Waar is die chef? Divine Spino, hoezo kom jij er nou weer tussen, gast? Nou, snel een paar extra kogels pakken. Nou mensen, meet prikkelbare Patrice. Fun story. Ik was nog een keer heel boos geworden omdat ik hem kwijt was geraakt. De vorige. Dus ik heb een andere neergeschoten. Maar ja, het zit echt niet mee, man. Het zit echt niet mee. Niet zo'n beetje. Moet ik dan nog een zadel voor hebben of zo, Tony? Ik weet niet of je daar een zadel voor moet hebben. Iets speciaals of zo, man. Divine Tony Dragon, ja, ja. Heb ik geen Divine Souls meer? Zijn die allemaal op? Ik heb hier een Divine Soul. En ik hoop dat dit een Slayer is, man. Ik hoop het echt. Excellent Titanosaurus, kom op. Oké, okay, de base damage is al hoger. Ja! Ja! Ja, eindelijk iemand die damage doet! Yes! Ah, ja, ik ben zo blij. Oh. Eindelijk iemand die damage doet, man. Oh, Griffin Trash. Spino Trash. Die staat flink in de fik, man. Kijk daar vliegen dan. Wat is dit? Wat gebeurt hier? Iets in de lucht. Bro, wat is dit? Wat gebeurt hier, maat? Tafelman de tweede. Oh, dat is Rudy. Wat gebeurt als ik dit doe? Ja. Yeah. Hey. Hey, morre. 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 Het ziet er mooi uit op je Divine Tiest. Ik ben helemaal niet blij, man. Nee, is die kut? Nou, deze is goed, maar alles wat hier vooraf is gegaan is helemaal kut. Je kunt gewoon even bij mij naar binnen vliegen, dan weet je genoeg, denk ik. Alles is dood. Heb je een bos gesummit of was het gewoon wilde agro? Er stond een ancient in mijn gate. Nee. Die was daar gespand. Nee. Ja. Oh, dat is zuur. Nee, dan ben ik er nog goed van afgekomen. Ja, dat klopt. De ancient is wel dood, dat wel. Heb je iets nodig? Ik had al een Griffin Divine getemd. Ziek. Dood. Ja? Ik had een Spino Divine, twee stuks. Ziek dood. Allebei. En nou heb ik weer deze Tony Dragon. Dat is ook eigenlijk de eerste Divine die een beetje damage doet. Die andere twee waren echt stront. Waar die stront? Ja, stront, man. Divine is echt stront. Ouwe, die Parasaur Devilish. Dat is echt dezelfde als de Demonic van... Oh, Hungry Chill. Dat is, ja, dat is echt hetzelfde als die Demonic Parasaur van de Primal Fear, denk ik. Oh ja, is dit een... die hebben ook... Een unicorn? Hij heeft die kringaanvallen, weet je wel. Dit is een unicorn. Unicorn, dat wist ik helemaal niet dat die er waren. Deze is een beetje kut, maar hij carried me wel even. Want zijn special attack werkt alleen wanneer je sprint. Oké. Ja, ik zag je al rondrennen met allemaal bommen in de lucht, man. Ja, dat is het ding. Dus je activeert hem en dan ren je gewoon rondjes boven een enemy. Maar zolang die dus niet vliegt, staat hij dan gewoon net in het vuur. Ja, dus ik zit net met mijn muis en ik... Tak, 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 gewoon scherpe rondjes eraan. Oké. Dus hij is niet heel nice, maar ja, hij carried wel. Wel cool, man. Heb jij misschien één Devilish Kibble, available? Ik heb er drie bij, dus ik kan er eentje sowieso wel missen. Heel ziek. Jij kan hem ook ruilen voor een Divine als je wil. Ik heb een Divine in mijn. Nee,
Dan staan we kiet voor die kibbel die je me toen had gegeven. Ja, maar dat was trade voor dingen, hè? Voor de Honey. Oh ja, ja, die Honey heb ik dus steeds niet zo heel veel. En die... Gooi die dan. Die Vine Kibbel. Die dingen zijn trash, man. Die fucking bosdino's. De bosdino's? Ik had ze in Dominus getemd toen alles dood was. Ik dacht, oké, nek tenminste iets. Ja, je zit er geen Jezus, ik kon echt niks. Die was echt meteen niet. Ja. Ja. Ik had Manticore, maar ja, je hebt nog wel van die armors ervoor. Maar de damage is ook gewoon niet... Ze hebben geen special moves. Die special moves zijn alles, man. Die special moves zijn alles. Daar moet je het van hebben, inderdaad. Dus daar had ik ook die Rex, die deed 10k damage met bijten. Dacht ik, ja leuk, ja, maar ik moet een special move. Je moet die damage over time, man, met al dat vuur van die Devilish. Top. Nou, ziek. We hebben in ieder geval een Devilish Kibble, man. Dat is op zich wel relaxed. Met die Devilish Kibble, daar kan ik wat mee temmen. Ik denk dus dat ik een Equus wil temmen. Want Devilish Equus, je hebt die Evo Core voor Equus. Dus als we die gewoon helemaal gaan fixen, dan moeten we 15 Devilish Sal hebben. En de rest hebben we allemaal, man. Dit is easy. We moeten alleen heel veel Devilish gaan killen op een of andere manier, maar dat moet goed komen. Dus als we die Equus gaan temmen, dan hebben we echt zieke shit, denk ik. Gaan we fixen in de volgende aflevering, mensen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en ik check jullie dan weer, man. Volgende aflevering wordt weer een goeie. Een goede aflevering dat we terug gaan komen van alle L'en die we hebben genomen. Uit. Peace. Yeah, 花飘飘，北风萧。